Inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Een twee lengte voorsprong heeft hij al, Dennis Minnema. Michal Niemczyk daarachter is hard aan het werk, maar de voorsprong is nu 3 lengte. Dus loopt hij niet in en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Hold Me Quick, die leidt. Hold Me Quick als eerste in de laatste rechte lijn. Happy Okanje probeert het wel, maar loopt eigenlijk niet in. Het zijn nu 4, het zijn nu 5 lengte. En dus komt er een klassieke winnaar aan voor stal PD. Het is Hold Me Quick die hem heel makkelijk gaat winnen. Hold Me Quick met Dennis Minnema wint hem hier met 3-4 lengte voorsprong. Stal PD, that's the way. Daarachter op plaats 2, Happy Okanje. De derde plaats, High Speed. En de vierde plaats voor Hoewel. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 4, Hold Me Quick. En die wint met Dennis Minnema in 1:17.8. Mooie winnaar voor Dennis Minnema, deze Hold Me Quick. Een tweejarige bruinruin van Quickwood uit Freedom, Free Dream Rex. Gefokte de heer van de Zanden in bezit van Stal PD. Alweer klassiek succes voor de Stal PD. Bas Krebas, de winnende trainer. En Dennis Minnema, de winnende rijder. Meneer van de Zanden, proficiat. De fokker deelt uiteraard mee. Hoeft niet zo bescheiden hoor, mag er gerust bij. Dat vindt Peter Delis helemaal niet erg. Dennis, gefeliciteerd. Dit was denk ik je enige mogelijkheid, hè? Nou, ik was beter weg als ik had verwacht. En hij is ongelooflijk sterk en ik win het fluit, dus moet je een beetje tempo houden. Nou, dat is iets wat je vandaag leerde, dat hij toch ook wel aardig kan vertrekken? Nou, hij is niet zo makkelijk van start of hij loopt wat te huppelen en te doen. Hij pakte vandaag precies op het goede moment, ging hij wel fatsoenlijk weg. Ja, en toen liep hij dan heel hard weg. Dus ik denk, nou, dan rijd ik gewoon een beetje mijn eigen tempo en ik win heel makkelijk. Het zijn er maar 5 die er liepen, maar het is de Jonkerprijs en dat is toch nog altijd een klassieker. Hoeveelste klassieker was dit voor jou? De eerste. Echt waar? Ja, de eerste, ja. Hoop tweede plaatsjes? Nee, niet eens. Nee, wel een keer geplaatst geweest in de sweepstakes, maar verder nog niks. Dit was de eerste klassieker. Super paard, per start verbeterend? Ja, zeker. Ja. En ik denk dat hij volgend jaar, als er langere afstanden komen, dat het alleen maar in zijn voordeel gaat zijn. En als hij gaat leren te starten, dan wordt het echt een hele goeie. De stal draait als een tierenlier? Gelukkig wel. Nou, vol. Doen we. Dennis Minnema, dames en heren, hij is de winnaar van de Jonkerprijs. We danken de Nederlandse Draf & Rensport voor het beschikbaar stellen van een prachtige zierdeken. En die zierdeken hangt op dit moment om bij het winnend paard. En namens de heer Pluimgraaf. Meneer Pluimgraaf, bedankt dat u er bent vandaag op Victoria Park. Daar zijn de winnaars, dames en heren. Hold Me Quick en Dennis Minnema. En inmiddels heeft Team Huibers de foto gemaakt. En betekent het dat Dennis zijn eerronde kan gaan rijden. Na winst in zijn allereerste klassieker uit zijn carrière. En dat is hem gegund. Geef hem een groot applaus. De rechterhand van Bas Krebas. Dennis Minnema. Hij wint de Jonkerprijs H met Hold Me Quick. Start is gevallen. Zitten maar 2 paarden echt aan die vleugel vast. Dat zijn Hooters USA en aan de buitenzijde Hold Me Quick. En die gaan beide voor de koppositie. Daarachter op plaats 3 ligt Happy Okanje. Ze gaan de paard op weg naar de bocht. En Hold Me Quick aan de binnenkant wordt opgevangen door Hooters USA. En die springt daarbij. Hooters USA overloopt zich daar een beetje. En verliest terrein. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. De leiding is nu voor Hold Me Quick. Hold Me Quick, een hele ruime voorsprong. In de achtervolging gaat gelijk Happy Okanje. Daarachter volgt op plaats 3 Hoewel. En de vierde plaats is voor High Speed. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Als ze de finish passeren, nog 1 volledige ronde te gaan. En de tweede favoriet ligt vooraan. Hold Me Quick. Wordt gevolgd door de favoriet. Happy Okanje. En dan valt er een gaatje naar Hoewel. Hoewel is een zoon van Timoko. En daarachter volgt dan nog High Speed.
De voorste twee nu dicht bij elkaar. Dat wordt eigenlijk een soort match à deux op deze manier. Ze zijn inmiddels 900 meter van huis. Hold Me Quick leidt in de kleuren van Stal PD. En Stal PD, dames en heren, laat u zich vandaag daar eens even over informeren. Want de man van Stal PD, Peter Delis, is hier aanwezig met flyers over zijn eigenarensyndicaat. Daar kunt u allemaal mede-eigenaar worden van een draver. Ook van deze Hold Me Quick. Die gaat nu de rechte lijn overzijde in. Daarachter ligt op de tweede plaats Happy Okanje. Paard dat ze eigenlijk ook wilden kopen, maar toen niet gekocht hebben. Misschien worden ze nu al door hem geklopt. En dan valt erachter een gaatje naar Hoewel. En daarachter gaat nu een aanval High Speed voor plaats 3. Ze gaat op weg naar de laatste bocht. Tempo gaat vooraan omhoog. Hold Me Quick, dat zei je, Bas Krewas al. Hij heeft geen speed. Moet het van een hard tempo hebben. En dat gaat hij dan nu maar doen. Die laatste 600 meter helemaal voluit. En hij probeert Happy Okanje kwijt te raken. Paarden gaan de bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjada-bocht. Een twee lengte voorsprong heeft hij al, Dennis Minema. Michal Niemczyk daarachter is hard aan het werk. Maar de voorsprong is nu 3 lengte. Dus loopt hij niet in. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Hold Me Quick, die leidt. Hold Me Quick als eerste in de laatste rechte lijn. Happy Okanje probeert het wel, maar loopt eigenlijk niet in. Het zijn nu 4, het zijn nu 5 lengte. En dus komt er een klassieke winnaar aan voor Stal PD. Het is Hold Me Quick die hem heel makkelijk gaat winnen. Hold Me Quick met Dennis Minema. Wint hem hier met 3-4 lengte voorsprong. Stal PD, that's the way. Daarachter op plaats 2, Happy Okanje. De derde plaats, High Speed. En de vierde plaats voor Hoewel.